Ladies and gentlemen, dear friends of BRS, the Belgian Raiffeisen Foundation, I wish you all a warm welcome to the 6th edition of the Microfinance Lunch Break. Professor Labbé, the floor is yours. It's really a pleasure to be here because I do share very much the feeling that many of people around here have about trying to find the best way to organize economic relationship in a humanly meaning sense. And so this is really my pleasure to be here and to try to share with you a synthesis of the research we've been doing on this specific topic. Corporate governance is natuurlijk iets dat een modewoord is, ook in de meer ontwikkelde wereld. Maar het is een onderwerp, de governance, hoe organiseer je zo'n microfinancieringsinstellingen? Want in de westerse wereld is de governance meestal aan een review toe, wordt herbekeken, zit dat wel juist, functioneert het allemaal goed? Terwijl in microfinance staat men eigenlijk aan het begin. Who should be in charge? Always hard, you bring very qualified, young graduate, usually, and you bring them in front of people who have created those cooperatives when nothing was existing. Well, in microfinance, the major problem for most organizations is growth, because when you have a very successful small microfinance institution, it will tend to face a very extensive growth, very rapid growth, and very often this high-speed growth transforms itself into a danger for the organization. And in a way, corporate governance, if well understood, can be the shield, can be the protection against the danger of this high-speed growth. What I try to share with you is that very often what is expected from boards is just overrated. It's just overvalued. I mean, they cannot deliver, because the way it works, they cannot deliver what is expected from them. Once you have identified a place where you say, okay, that there's a lot of things to do, it's a challenge, and to a certain extent, microfinance has faced many challenges over the last 20 or 30 years. It has experienced a tremendous growth. It has multiplied the number of institutions. It is now serving more and more clients by the day. So it has achieved a lot. I believe that microfinance is a powerful concept, is a powerful tool for development and for poverty alleviation. And so we are actually really proud that we can be associated with this through this initiative and through our partnership with CERA and BRS. Corporate governance in microfinanciering is iets wat ons erg veel bezighoudt, omdat wij begrijpen dat dat eigenlijk een key succesfactor is voor microkredietinstellingen. We hebben ook vastgesteld dat in de moeilijkere periode 2009-2010, die microfinanciering heeft doorgemaakt, dat het die instellingen zijn met de betere beheerstructuren die hebben stand gehouden. On se met een petit peu au goût du jour aussi sur les différents sujets qui touchent à la microfinance. Donc voilà, c'est une bonne occasion, il faut continuer. Heel goede organisatie, in de zin, het gebeurt op de middag. De mensen kunnen rap een keer afkomen en in de voormiddag kunnen ze nog verder werken en in de namiddag kunnen ze terug verder gaan werken. Écoutez, pour Salbi, c'est toujours un grand plaisir, franchement. Il est génial, il est tout simplement génial. Il est toujours profond, il nous dit toujours des choses qu'on n'arrive pas à penser avant que lui, voilà. Et c'est une occasion d'échange, de se retrouver, d'échanger un peu par rapport aux perspectives ou même par rapport aux angles auxquels on voit les choses. Bah, ik probeer naar dit soort van evenementen altijd te komen. U gaat zien, ik ben de enige revisor in het hele gezelschap. Ik vind dat je ruimer moet denken dan alleen je eigen vakgebied. En dit brengt mij in contact met een heleboel mensen. En dat brengt mij altijd een stukje toegevoegde waarde. Ik zal blijven komen. Ik vind de toegevoegde waarde zowel op inhoudelijk vlak als het netwerkmoment. Mijn conclusie is dat wij vandaag hebben kunnen vaststellen dat de belangstelling altijd in stijgende lijn gaat. Dat de bezetting van de mensen die aanwezig zijn alsmaar breder wordt van de Europese Unie over de instellingen in de wereld van de microfinanciering naar de wereld zelfs van private banking. Dus het is een heel breed publiek dat we kunnen aanspreken en dat is net onze doelstelling, die bewustwording uit te dragen. En tot op vandaag mogen we tevreden zijn met de evolutie.